Ronald, wat heb je gedaan de afgelopen dagen? Wat ga je doen om jouw project te laten slagen zondag? Nou, we hebben het redelijk rustig gehad. Maar er geen wedstrijd vorig weekend, dus we hebben wat afstand kunnen nemen. En deze week de tijd gaat om alles weer te doen zoals we gewend zijn. En het team voor te bereiden op de wedstrijd van zondag. Is je gevoel goed? Ja, nou, je merkt altijd wel dat je, ook in zo'n week natuurlijk, dat er even de spanning af is. Nou ja, dan is het de taak van de trainer om die spanning er weer op te gooien. En dat heb ik vandaag gedaan en daar is goed op gereageerd. Nou verwacht iedereen vanwege het mogelijk plaatsen voor de voorronde Champions League in jouw afscheid een soort van feestwedstrijd. Is dat wat je vooral even weg moet houden bij je ploeg nog? Nou ja, wel het feit dat we er nog niet zijn. En dat we natuurlijk met de overwinning bij PSV een gigantische stap hebben gemaakt. En dan ben ik wel een voorstander van als je de kans krijgt om het definitief af te maken, dat het zo snel mogelijk gebeurt. Maar daar moeten we goed voor zijn, daar moeten we geconcentreerd voor zijn. Tegen een ploeg die het fantastisch heeft gedaan dit seizoen, die vrijuit gaat spelen. Dus daar zullen wij ons op voorbereiden. Ja, is geen toeval dat zij bij Ajax en PSV en ook in een aantal andere uitduels het goed hebben gedaan? Nee, is geen toeval. Omdat zij een herkenbare manier van spelen hebben. En dat uitstralen en heel onbevangen in het seizoen zijn ingegaan. En dat zijn met name de kwaliteiten voor deze ploegen die het gewoon erg goed gedaan hebben. Klaas, die zijn net met een glimlach op onze camera van Manu moet niet gek gaan doen. Ik neem aan dat hij ook voor onder de Champions League wil spelen. Ja, oké, dat bestaat altijd natuurlijk. Hè. Als je spelers verhuurt, dat ze op een gegeven moment ook wel eens in een fase komen. Of op het moment komen dat het voor hun niet meer zo belangrijk is. En voor ons wel. Manu moet zijn wedstrijd spelen en dat begrijpt iedereen. Ja, je hebt niet met hem te praten van tevoren of zo? Nee, dat vind ik niet. Dat zal zijn omgeving wel gedaan hebben. Dus dat hoef ik niet te doen. Is iedereen fit bij jou? Boetius was een vraagteken of niet? Nee, is geen vraagteken. Okay. Hij heeft gewoon zonder problemen getraind. Oh, geen blessure of zo? Nee. Gelukkig. Dan toch even over jou. Je bent vanmorgen al geloof ik toegesproken door wat wij al een aantal jaren de wijze mannen noemen. Hadden een aantal cadeaus voor je. Is dat bijzonder voor jou, zo'n laatste, dat is je laatste weken? Erkenning, want dat zijn laat ik het zo zeggen, de diehards die altijd bij de trainingen staan en kijken. En de meest kritische, hè? Ja, er zijn er wel een aantal bij die wel kritisch zijn. Maar dat mag ook, want die zien alles. Hè. Die mogen, wanneer het iemand is die iedere dag bij een training staat. Mm-hmm. En die ziet alles, dus je mag een mening hebben. En dat heb ik altijd wel gerespecteerd. En prima, en op deze wijze heel leuk. Super. Ja, wordt het spannend, emotioneel voor jou zondag? Of? Ik weet het niet. Ik hoop niet dat het spannend wordt. Nee, spannend niet. Want dan doen we het iets niet goed in de wedstrijd. Maar nou ja, het is een gegeven dat het de laatste thuis is. En dan komt er een einde aan een fantastische periode. En ik heb wat extra mensen uitgenodigd. Dus, ja. Leuk. Wie komen er? Familie. familie en wat vrienden. De groep is wat groter als gebruikelijk, met het feit natuurlijk dat het mijn laatste thuiswedstrijd is. Dankjewel.